En ik ga vandaag iets heel belangrijk doen. Carpaccio. Hoe groot dat mijn hoofd is en hoe klein dat Celine haar hoofd is. Bye bye, kerstboom. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video op Talisam TV. Het is nu zondagochtend, het is ongeveer, even kijken, 9:45. Ik ben al even wakker, Talisa die ligt nog lekker in bed. Ze voelt zich de laatste 2 dagen niet zo heel goed, dus ik hoop dat ze nu een beetje kan uitrusten, dat ze zich snel wat beter voelt. Dus dat kan wel helpen. Ik ben zo vroeg wakker, omdat het is heerlijk buiten, het zonnetje schijnt. Ja, je ziet dat nu niet zo goed, maar dat mag nog wel eens hier in België. En ik ga vandaag iets heel belangrijk doen. Iets waar ik al super lang naar uitkijk. Iedere keer als ik het opnieuw zie, elke dag, dan krijg ik er zenuwen van. Dan moet ik dat. Oh, dan voel ik de drang om dat te doen. En nu eindelijk is mijn kans om het te doen. Ik zit namelijk nu in Ernveke. Dat is de auto van Talisa. En die gaat er elke dag mee rondrijden. We zijn er pas weer mee naar de Ardennen geweest en zo. En die is al maanden niet gewassen. Die ziet er niet uit. Dus ik ga nu naar de car wash en ik ga die auto's goed onder handen nemen. Want het is nodig. Ik ga jullie even een voor laten zien waarom dat ik het zo. Waarom dat het mij zo stoort. Misschien zien jullie dat ook. Ups, heel veel. Oh, die velgen. Misschien is het gewoon een persoonlijk kwaaltje van mij, want ik ben daar vrij ordelijk op. Voor mij moet dat er altijd mooi uitzien. Ik moet een beetje trots zijn op die auto dat die er goed uitziet. Maar zij heeft dat heel lang uitgesteld en ik kan het niet aanzien, dus ik ga het nu. We gaan ervoor zorgen, hè. Komt goed, Ernveke. Ik ben duidelijk niet de enige die van zijn zondagochtend gebruik maakt om de auto te cleanen. Hè. Sommige mensen die kiezen voor gemak, die steken de auto in rollover, car wash, die laten het misschien doen. Ik doe dat altijd zelf, gewoon puur voor de extra satisfaction die je eruit haalt, de extra voldoening die je krijgt als hij zo proper is. Ik vind dat veel fijner om te doen. Ik heb dan ook al mijn materiaal meegepakt. Hopla. Emmerke, velgenreiniger, sponsjes. Ik ben goed voorzien, hè. Dat is maar één nadeel. Het is zelfs hier in de auto ijskoud, dus het gaat friskes zijn buiten. Oké, klaar voor het na-shot. Hier is proper Ernveke. Oh, ziet hem eens blinken. Ik kan zelfs mijn eigen zien. Alright, het is nu 11:55. Dat wil zeggen dat ik bijna toch een dikke 2 uur bezig ben geweest. Het was dus wel nodig. Ik heb ook even de binnenkant gedaan, want het was nogal lichtjes uitgedrukt, een rommelke. Ik weet dat, dat er al heel lang niks meer aan is gebeurd. En gewoon Talisa reist elke dag met de auto van hier naar daar. Van mijn thuis naar Bilzen, naar Celine, naar haar ouders. En alle spullen die ze erin verzameld, worden er maar een beetje ingegooid. En ze maakte er nooit echt tijd voor om dat op te ruimen of zo. Ja, jullie denken misschien ook van het is een auto was. Wauw, Sam, proficiat. Niks speciaal, maar het is eigenlijk gewoon mijn manier om haar te helpen, om Talita te helpen. Ze doet superveel werk. Elke dag is ze zo hard aan het werken. Mailtjes bezig, aan het filmen, aan het editen, foto's aan het maken, foto's bewerken, contacten zoeken, de webshop onderhouden, pakjes maken, noem maar op. Het kan blijven gaan. Elke dag zoveel bezig. Dingen gelijk dit, daar maakt ze geen tijd voor, omdat ze daar gewoon geen tijd voor heeft. Wat ik ook heel goed snap. Er komt weer een verhuis aan en zo. Dus het zijn gewoon mijn kleine maniertjes om er een beetje te helpen. Ik ben dan ook echt super, super, super trots op wat dat ze allemaal doet. En dus ik hoop dat ik hier dat mijn kleine steun kan zijn in het hele verhaal. Dus you go girl, blijf gaan zoals je bezig bent.
Hey, Muffie! Hier is ze, hè? Hey, Muffie. Hey, Shelly. Hoi. Goedemorgen, schatje. Surprise. Surprise? Ja. Wat gaat zien? De surprise. Ik voel het gewoon niet meer. Kun je daar kijken? Waar? Daar. Waar gaat ze op de zetel staan? Wat heb je gedaan? Ik heb mijn auto gewassen. Ja. Zit hem eens blinken. Amai. Oh ja, ik heb zilveren velgen of wat? Hoe gaan we met zwarte velgen naartoe? Vond je dat chiquer? Ja, eigenlijk wel. Lappen. Oh ja, die blinkt echt nogal. Goed hè? Ja. Amai, dank je. Graag gedaan. Hallo. Goedemorgen van mij ook. Of goedemiddag ondertussen. Wij gaan eten bij mijn ouders thuis en ik ben aan mijn jogging. Woehoe! Zondag eten bij de ouders is jogging time. En Sam wou weer niet meedoen. Half toch? Ja, je hebt een joggingstrui aan, maar dat is het. En sportschoenen. Waar? Wow. Oh, zeer donker. Nee? Hallo? Hallo? Oscar? There you are. Dikkie dik. En kijk, mama heeft ballonnen van gisteren van het feest van Daniela meegebracht voor mij om foto's te maken. Woehoe! Maar ik ben er nu wel niet op gekleed. Maar ik heb hier wel nog veel kleren liggen, dus dan kan ik daar zelfs iets van aan doen. Dan kan ik een mooie foto maken met de ballonnen. Oké, genoeg. Oh, hier is Kaatje. Kaatje, I miss you. I miss you. We gaan eten in de chalet met mama en papa. Allee, papa zijn coole chalet. Oh, die heeft een bord. Ah, dat is dat bord. Come in, we are open. Oh. En je hebt hier iets bijgemaakt. Oh ja. Hoe, dat is toe. Oh ja, dat is chic gemaakt. Oh, dat heeft hem chic gedaan, zeg. Dat heeft hem toch weer goed gedaan. Chic, hè? Hier opzij. Hey. Maar dat ruikt hier naar vis. Naar vis? Ja, kan dat. Kan dat? Kan hè? Dat kan hè. Yummy carpaccio. En jullie hebben met kaas. Met cheese. Met ja. Cheese. Met? Dank u. Welke kaas? Parmezaan. Waarschijnlijk. Waarom vraag je dat? Ja, oh, ik ken dat wel. Ik zeg gewoon dat parmezaan stinkt.
massaal een roomtour van Anaïs haar kamer. Ja. Dus hier ben ik. Dit is niet Anaïs haar kamer. Dit was vroeger altijd eerst mijn kamer. Hier. Ja, hier sliep ik eerst altijd. En toen had ik een lief, a.k.a. Sam. toen ik 15 of zo, ja, toen mochten we wel nog niet samen slapen. Maar toen ik 18 of zo was, mocht Sam blijven slapen. Dus wou ik graag een tweepersoonsbed. En kreeg Anaïs deze kamer. En had ik deze kamer. Mag ik of is er veel rommel? Oh, nee. Het valt mee. Dus toen sliep ik daar. En toen sliep Anaïs daar. Maar nu slaapt hier dus niemand meer. Tenzij ik hier soms kom logeren. Wat niet meer veel is. Maar dan slaap ik daar. En dit is Anaïs haar kamer nu. Anaïs, je moet wel rondleiding geven, hè. Welkom allemaal. Dit is mijn bed. Oh, wauw. Het is mijn bureau waar ik nooit aan zit. Ja, dat is ook wel heel klein. Ja. Dat is mama haar vroeger een make-up tafel. Ja. En zijn kasten. Dat zijn kasten. En een blok van een tv. Ja. En daar ben ik. Dat ben ik. Ja. Ik heb vroeger fotografie gestudeerd. Dit ben ik. En hier is Anaïs naakt in het bad. Zo, je ziet niks. Ah ja, en toen was je heel klein. En toen was je 6 of zo, denk ik. Dat heb ik allemaal gemaakt voor mijn fotografie. 18. Klas. En hier is Anaïs en Delphine op mijn boeklancering. Hier zijn ook Anaïs en ik vroeger. Oscar. En die foto hangt er hier altijd. Wat? Die foto hangt er echt nog een keel. Welke? Die? Die van Sam en Hans. Dat was een Yosemite. Ja, zelfs toen het gedaan was met Sam heb je die laten staan. Oh, en dit is, heb ik ook ooit van Anaïs gemaakt. Maar dat is dus een kleine kamer wel, deze. Maar hier, dit is de enige kamer waar een tweepersoonsbed in past. Ah ja, buiten die van mama en papa natuurlijk. Hier zijn ook nog foto's. Wauw. Dank u. Ciao, kus. Dag. Maar Anaïs is nu toch altijd door de week op kot. Dus die is hier zo goed als nooit. Ja, in het weekend. Maar dat is het. Dag. Hier is trouwens ook een foto die ik ooit voor school heb gemaakt van Celine en mij. Oh jong. Kijk trouwens is hoe groot dat mijn hoofd is en hoe klein dat Celine haar hoofd is. Schek hè. En hier ben ik ook. Dat heb ik ook ooit gemaakt voor school. En hier in de badkamer boven heb ik ook nog een van Anaïs en bad. Die vond ik wel cool. Dat was voor mijn gipwerk. En hier heb ik er ook nog van Anaïs en bij. En hier in mama, papa en kamer hangt ook nog een foto van Anaïs. Dat was ook voor mijn gip op school. Ah ja, en deze foto. Dat was wel een van mijn lievelingsfoto's van Anaïs. Dat heb ik in Amerika gemaakt met een andere watercamera. Die vond ik wel echt chic. En dan hebben we nog deze foto's. Die heb ik ooit gemaakt voor kunstbende, of hoe noemde dat? Hoe noemt dat Anaïs? Zoiets kunstbende. Ja, ik denk dat kunstbende noemde. Ik weet het niet meer. En toen had ik wel gewonnen. Woehoe! We hebben pizza. Oeh. Van Giuliano. Is dat mijne? Nee, dank je, dat is het. Oké, ik zal zelfs wel laten zien. Dan is echt niet veel goesting in pizza. Ik weet niet what's wrong with me, maar. Nee, something wrong with you. Nee, ik ben gewoon moe. De tijd is gekomen. De tijd dat we vaarwel zeggen. En de kerstboom. Ja, we gaan hem afbreken, hè. Maar het is wel tijd. Zoals jullie hebben gezien in de vlog al dat ik dit al allemaal heb verzameld. Dus het is eigenlijk alleen nog de kerstboom en alles eruit halen. Dag kerstboom! Tot volgend jaar!
Bye bye, kerstboom. Dag. It's over. Ja. Het is hier zo leeg zonder de kerstboom. Nu staat er wel een mooie plant. Werken is zeer belangrijk. Van waar komt dan die muziek? Ah, van tv. Wij gaan de vlog hier afsluiten. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up! Sorry. Oh, dankjewel nog eens om mijn auto te wassen. Ja, graag gedaan. Dat is kei lief. Echt super lief. En morgen moeten we weer vroeg opstaan. Dus we gaan slapen. Slaap wel iedereen. Tot morgen! Tot morgen!